Mijn vader en mijn moeder zijn alle twee overleden in 2019. Dus het was voor mij een heftig jaar. Ik ben ze nu aan het schilderen. Kijk, dus mijn vader en mijn moeder toen ze nog bij elkaar waren, want ze waren gescheiden. En ze hadden elkaar al 27 jaar niet zo'n beetje niet gezien. Maar was altijd nog een band, een connectie. Dat blijkt wel weer, want de 2,5 maand gaan ze achter elkaar, gaan ze dan dood. Mijn moeder 27 juli dit jaar en 2,5 maand later in oktober 13, nee 11 oktober is mijn vader overleden. Dus laat jullie even zien, dus het is echt schilderen en huilen tegelijk de hele tijd. Dus maar het voelt wel heel goed, voelt als een soort van troost. Dus ik laat nog even één keer zien. En misschien laat ik hem nog een keertje zien als hij helemaal klaar is. Het gaat nog een paar dagen duren, maar ik wil hem wel in 2019 wil ik hem graag helemaal af hebben. Ik heb nog een aantal dagen, dus gaat vast helemaal goed komen. Doei.